Wanneer de president in Guyana is, is er een agenda voor het bezoek. En wanneer de minister van LVV erbij is, dan kan het niet zo zijn dat de president iets doet en iets zegt over die sector zonder de minister van LVV te raadplegen. Ik denk dat de president heeft gevaren op het kompas van de minister van LVV. En nu moeten we even nagaan wie wat gezegd heeft. En wie juist gezegd heeft en wie onjuiste informatie heeft gegeven. Want we zijn buren. En we hebben gemeenschappelijke belangen. En dit van de visserijsector en de vergunningen moet geen roet in het eten gooien tussen de twee landen. Tussen de twee regeringen, tussen de twee presidenten. Dat is van minor aard. Dus ik denk dat dit goed bekeken moet worden. Wie de fout heeft gemaakt en waarvoor. We hebben onze nationale wetgeving die ons ook een aantal dingen zegt over de visserijsector. We hebben ook onze vissers die we moeten beschermen. We hebben ook onze visgronden die we moeten beschermen. Er moet iets gebeuren dat duurzaam is. En ik denk dat praten gaat helpen. Wanneer je begint te praten, begin je aan die oplossing. Hoe lang we moeten praten om aan het einde te komen, weet ik niet. Maar we moeten praten met elkaar.